Iedere gemeente zoekt op dit moment zijn eigen weg met dat lachgas. De een verbiedt het gebruik op evenementen, de ander verbiedt de verkoop op straat. En zoals hier in Leidschendam-Voorburg wordt het gebruik van lachgas in de openbare ruimte binnenkort verboden middels een algemene politieverordening. Om een handvat te hebben, om op te kunnen treden in situaties waar lachgas wordt gebruikt, waar overlast is, waar de veiligheid in het geding is en dus ook de gezondheid. Vooral op parkeerplaatsen zoals Leidsehagen en bij het station komen jongeren bij elkaar om te gebruiken. En op het moment dat ze wegrijden, hebben ze lachgas gebruikt. En dan is ook de veiligheid in het geding. De politie heeft dan een handvat nodig om op te treden. En daarom verbiedt Leidschendam-Voorburg lachgas dus. Nou wilde ik graag iemand voor de camera vragen hoe dat voelt, lachgas. Niemand te vinden, dus zelf proberen. Ik heb les gehad. Doordrukken. Ik vind het wel eng. Wat skaleren. Over lachgas is steeds meer bekend over de risico's. Er is ook nog steeds heel veel niet bekend. Qua korte termijn effecten weten we dat het hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en tintelingen in handen en voeten kan opleveren. Nou, hoor je excessen van verbrande lippen en uitval in benen? Ja, die ernstige incidenten lijken toe te nemen. Vanaf hoeveel ballonnen dat precies optreedt, dat is onduidelijk. Mensen met een vitamine B12 tekort zijn daar meer kwetsbaar voor en jonge onervaren gebruikers. Dus het is eigenlijk niet te zeggen? Nee, wij zeggen in voorlichtingen ook altijd, je bent echt je eigen proefkonijn als je het gebruikt. Oh ja, een beetje alsof je slapende voet hebt en dat in je hoofd. Ik weet niet of ik het voorover zou hebben, zeg maar. Ik weet het echt niet.